Daarnet bekeken jullie enkele werken van Martha Rosler. Zij maakte collages waarbij dat ze alledaagse thema's en eerder zwaardere thema's, zoals oorlog, met elkaar combineerde. Dit contrast gaf een maatschappij kritiek, want ze zei eigenlijk dat we ons te veel bezighielden met alledaagse zaken in plaats van te kijken naar de echte problemen in de wereld. We gaan proberen om zo'n collage te maken. Dit doe je door eerst naar een nieuw site te gaan en twee artikels uit te kiezen. Een artikel van eerder een zwaar thema en een artikel met een foto van een eerder ludiek of alledaagse thema. Het ludieke thema of het alledaagse thema komt op de voorgrond en het zwaardere thema of de foto van het zwaardere thema komt op de achtergrond. Dan ga je naar Pickwish. Op Pickwish kan je een achtergrond verwijderen en je neemt dus eerst je alledaagse thema, zodanig dat hij de achtergrond zelf zal verwijderen. Dan kan je een achtergrond toevoegen. Nu is het de bedoeling dat je je eerder zwaardere thema um, gaat uitkiezen. En hij gaat deze dan op de achtergrond plaatsen. Je kan hem niet downloaden, daar heb je een login voor nodig. Dus je neemt een screenshot. Wanneer dat je deze screenshot hebt genomen, sla je deze op op je Chromebook en plaats je deze op je portfolio. Veel succes!